In het hart van Sittard woont Martijn van Helvert. Maar hij is minstens de helft van de week in Den Haag. Want Martijn is een van onze vertegenwoordigers uit de westelijke mijnstreek in het Nederlands parlement. En dat al sinds 2014. En in 2017 is hij op eigen voorkeurstem gekozen. Martijn, wat bracht jou in de politiek? Ja, dat is eigenlijk al van jongs af aan dat ik mij in Nieuwstad, want daar woonde ik met mijn ouders en mijn broers, me in het dorp of in het stadje, in stadsrechten natuurlijk in Nieuwstad, me al met van alles en nog wat bemoeide. Toen ik de eerste heilige communie deed in de tweede klas, nu heet dat groep 4, toen vroeg ik een fietstas als cadeau die ik aan mijn fiets kon binden, omdat ik altijd met opdrachten en een klappertje langs mensen ging, oudere mensen, om te kijken waar ik kon helpen. Er was een mevrouw, daar haalde ik wel eens noten in de herfst op de notenboom. Ik ging wel eens boodschappen doen bij mensen. En toen ik ouder werd, toen was ik altijd betrokken bij de voetbalclub. Ik ging altijd kijken naar de schutterij. Ik ben nu nog beschermheer. Ik was lid van de harmonie. Misdienaar, later acolyet. En natuurlijk 7 dagen per week op de voetbalclub als jeugdspeler, reserve bij de senioren en trainer van de E-jeugd. Dus ik bemoeide me met van alles en nog wat. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. En jouw politieke loopbaan die heb je opgebouwd. Je bent van oorsprong docent geschiedenis. Hoe ben je in de politiek terechtgekomen? Nou, eigenlijk al tijdens mijn studie werd ik raadslid. Toen ik 19 jaar was, toen kwam ik in de gemeenteraad van de gemeente Susteren. Zo heette dat toen nog. Toen studeerde ik in Utrecht, maar ik was natuurlijk raadslid dan in Susteren. Dus dat was wel een mooie combinatie. En aan het einde van mijn studie dacht ik, oh jee, wat kan ik eigenlijk met geschiedenis? Dat wordt helemaal niks. Dus toen keek ik als bij mijn oude school. Ik ben op het college Sittard heb ik zelf gezeten. Dat heet inmiddels het Trevianen. En er stond geen vacatures. Ik denk, oh jee, ook dat nog. Dus ik belde op. Ik zeg, de grootste school van Limburg, daar kan toch geen vacatures. Oh, ik verbind u door, zei hij. Het was zo'n zomervakantie. En ze kreeg gelijk directeur Jan Hendricks. En alleen zei, wat doe jij? Ik zeg, nou ja, ik ben in het laatste jaar bezig met mijn studie geschiedenis. Kun je morgen even langskomen? En dan zat ik daar met mijn oude leraar geschiedenis en met Jan Hendricks. En we hebben daar een gesprek gehad van een half uur. Ik moest 5 minuten wachten op de gang. En toen was ik ineens voor 4 dagen docent en de 5e dag mocht ik mijn scriptie afmaken in Utrecht. Maar uiteindelijk is ze toch weer de politiek gekozen. Ja, en ik bleef natuurlijk ook raadslid. En na het raadslidmaatschap ben ik de fractievoorzitter geworden van het CDA in Provinciale Staten. En na 4 jaar Provinciale Staten, toen kwam ik op de lijst voor het CDA. En toen ben ik in de loop van 2014... ben ik naar de Tweede Kamer gegaan. Dus je ziet eigenlijk dat studie en werk, ja, dat gaat eerst nog bij het raadslidmaatschap en statenlid, dat doe je erbij. Is een soort bijbaan, zou je kunnen zeggen. Maar het Kamerlidmaatschap, dat is eigenlijk een fulltime job. Daar ben ik de hele dag, 7 dagen per week mee bezig. En dan kom je vanaf Sittard in Den Haag terecht. Hoe lang duurt het voor je daar een beetje ingeburgerd bent, politiek gezien? Ja, dat klopt. Dat duurt eigenlijk inderdaad wel even. Want dat is. We hebben natuurlijk een enorm groot reglement van orde. En eer je dat niet alleen kent, dat kun je vrij snel leren. Maar eer je daar de feeling van hebt hoe je dat gebruikt, dan moet je eventjes wat ervaringsjaren in hebben. Maar vooral ook de ongeschreven regels en manieren. Die gelden ook nog steeds in de Kamer. Veranderen ook af en toe wel een beetje. Maar dat moet je wel ook weten om te kijken hoe kun je, want dat is wat we moeten doen. Hoe kun je met goede ideeën die we hier in Sittard, bijvoorbeeld in het spreekuur op de markt in Sittard opdoen. Hoe kunnen we die goede ideeën omzetten in meerderheden in de Kamer? Want dat is ons werk. Je bent lid van een grote fractie, een van de grootste fracties. Kun je dan ook je eigen mening kwijt? Ja, ik denk dat destijds Sybrand Buma daar heel goed werk in heeft verricht. Die zei, toen hij begon, zei hij, de beslissingen worden genomen in de fractie. Niet in een fractiebestuur, niet in een klein groepje mensen die toevallig minister zijn. De fractie is het hoogste orgaan. En die heeft gezorgd dat we in die fractie altijd alles konden bespreken. En dat is echt een nalatenschap van Sybrand. En dat kunnen we nu dus nog doen. Dus je ziet dat er hele pittige discussies in die fractie plaatsvinden. En dat hoort ook zo. Daar horen ze te zijn.
En jullie treden als één fractie naar buiten. Ja, dat is wel de bedoeling, want als je steeds verdeeld bent, dan zeggen ze, ja, wat heb ik nou aan de steun van het CDA? Want zijn het nou 19 zetels, of zijn het er 10, of zijn het er 12? Dus je moet wel een betrouwbare fractie zijn. Want soms hebben mensen jouw steun nodig, en een andere keer vraag je ook de steun van anderen voor jouw eigen ideeën. Nu heb je de meeste partijen, die zijn erg Haags, zoals ze dat noemen. Jij komt helemaal uit het zuiden van Limburg. Je had zelfs fractieleider willen worden, of ja, een lijsttrekker. We zien dat er ook een collega van je is, die komt uit het oosten van het land en die was ook graag lijsttrekker willen worden. Dat wordt toch een beetje tegengehouden door de westerlingen. Vind je dat niet jammer? Of wat is jouw mening daarover? Nou, ik heb een kandidaat gesteld omdat ik vond dat wij als CDA als leden wat te kiezen moesten hebben, ook wat te kiezen aan moesten bieden. En de kandidaten toen waren Hugo de Jonge en Mona Keizer, en dat is Noord-Holland en Zuid-Holland. Ik zeg, het kan toch niet zo zijn dat wij een partij zijn van alle regio's. Geen enkele partij heeft zoveel Kamerleden uit alle provincies als het CDA. En dat wij, als we dan een leider kiezen, dat we alleen mogen kiezen tussen Noord-Holland en Zuid-Holland. Niet dat ik geen Noord- of Zuid-Hollander wil, maar als dat de enige keuze is, vind ik dat echt veel te weinig. Nou, dan heb ik gesprek gehad en ook Omtzigt gezegd. Ik zeg, volgens mij moet jij dat doen. Toen zei hij dat hij dat niet wilde. Dan heb ik gezegd, nou, dan doe ik het zelf. Nou, later bleek dat hij zich toch bedacht had. Ook kwam, nou, dat, u weet hoe het is gegaan. Ik vind het in ieder geval fantastisch dat in ieder geval Wopke Hoekstra nou de lijsttrekker is. Ik heb ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik vond dat Wopke Hoekstra onze premierskandidaat moet zijn. En daar gaan we nu ook voor. En wij gaan voor die winst. Voor een grote partij in het midden, want ik denk dat mensen het beu zijn dat er steeds mensen aan de uiterste kanten staan te roepen en te schreeuwen naar elkaar. En misschien vinden mensen dat soms fijn, krijgen ze een goed gevoel van zo van, die heeft het tenminste eens gezegd. Maar uiteindelijk zullen we de Nederland toch samen met elkaar moeten doen. Een beetje rekening houden met elkaar. En daarom is er juist nu behoefte aan een partij die juist zegt, in het midden proberen we de mensen te verbinden in plaats van uit elkaar te spelen. Nu hebben de Limburgers de naam dat bij hun de provincie voorgaat ten opzichte van de partij. Ervaar jij dat ook zo? Nou, ik voel me wel heel erg verbonden met Limburg. Niet gebonden, want ik ga ook wel eens graag ergens anders naartoe, maar ik kom ook wel heel graag weer terug. Dus ik merk dat ik op sommige punten over partijen heen mensen weet te benaderen. Zoals mijn actie steunhetlimburgs.nl is daar een voorbeeld van. Toen heb ik alle Limburgse Kamerleden, van Geert Wilders tot Selçuk Öztürk, tot Lilianne Ploemen, tot Rens Raammakers, nou, noem ze allemaal op, Dion Graus, noem ze maar op, gezegd, vinden jullie dit ook belangrijk? En ze hebben gezegd, dit vinden wij ook belangrijk. Want de Limburgse taal is echt iets van ons eigen, en dat moeten we wel ook blijven stimuleren in onderwijs, maar ook in cultuur, in literatuur, in muziek. Nou, en daar moeten ook gelden, zoals dat voor het Fries ook gebeurt, zoals dat voor het Nederlands zelf ook gebeurt, moet dat ook voor het Limburgs gebeuren. Hoeveel invloed kun je hebben als Kamerlid in het belang van de provincie Limburg en van de westelijke mensen, in bijzonder natuurlijk? Ja, als we het goed aanpakken, kunnen we dat heel goed doen. Het punt is altijd, je moet meerderheden creëren. Er zijn 150 Kamerleden, wil je dat er iets doorgaat, moet je minstens nog 75 collega's vinden die het met jou eens zijn of die mee willen werken. En soms moet je dan wat stiller zijn naar buiten toe en even eerst op de achtergrond die collega's zeggen van, juist dit ben ik van plan. En wil je dat helpen of wat zou ik moeten aanpassen dat jij ook mee kunt doen? En dan haal je wat binnen. Soms is het nodig om heel hoog van die toren eens eventjes flink te knallen voor Limburg, zodat iedereen wel eventjes wakker is. En dat moet je steeds afwegen. Altijd wetende dat je de collega's die het niet met je eens zijn, dat je die wel moet respecteren. Omdat je misschien bij een volgend item zijn ze het wel met je eens en dan heb je weer ook hun steun nodig. Dus hard in het debat, maar wel zacht op de relatie en respectvol voor elkaar. Als we naar de televisie kijken en we volgen de debatten, dan zijn die soms erg fel. Hoe gaan jullie om buiten de Kamer met elkaar? Nou, over het algemeen heel collegiaal, moet ik zeggen. Kijk, mensen zeiden, toen ik de eerste keer naar de Kamer mocht, zeiden mensen, kijk uit in die slangenkuil. Ik moet je zeggen, daar is geen slangenkuil. Wat er wel zo is, is dat we daar niet zitten om aan elkaar poesieplaatjes uit te delen. We hebben het wel over de besteding van de Nederlandse middelen, over wat u thuis, wat jij Bert, maar ook u thuis betaalt aan belasting. Dat herverdelen wij.
Dus dat het daar soms hard tegen hard gaat, dat is ook goed. Maar dat is geen slangenkuil, want als iemand van de SP SP-taal uitslaat, ja, dan moet ik niet van raar van opkijken, want daarvoor zit hij er. Of als een PVV'er PVV-taal uitslaat, moet ik ook niet zeggen, zo, nou, wat raar dat hij dat nou zegt. Nee, want dat weet je van tevoren. En kijk, wat in Den Haag komen natuurlijk alle belangen bij elkaar. En daar probeer je soms met die samen te werken, dan met die en dan met die. Ja, als je dan een slangenkuil vindt, dan is het een slangenkuil. Maar ik vind dat het heel normaal is dat je probeert voor jouw ideeën meerderheden te krijgen. Je bent minimaal 3 dagen per week normaal gesproken in Den Haag. Reis je dan elke dag op en neer? Nee. Kijk, de Kamer vergadert op dinsdag, woensdag en donderdag in de plenaire zaal. Dan kan er ook gestemd worden en dan moet je er zijn. Dus op dinsdag, woensdag en donderdag worden wij gewoon geacht in dat gebouw aanwezig te zijn. En de vergaderingen die duren soms tot midden in de nacht, eigenlijk best wel vaak tot midden in de nacht. En wil ik met de trein, ik ga altijd met de trein, want dan kan ik tenminste ook nog werken ondertussen en wat bellen. Wil ik de trein terug hebben, dan moet ik om 9:45 de laatste trein hebben. Nou, die haal ik vaak niet. Dus ik huur daar een kamer in de pastorie van Den Haag bij de pastoor. Ik sprak met de vicaris. Ik zeg, ja, luister, ik kan de huur betalen aan een rijke huisjesmelker. Of ik kan het ook betalen aan een parochie die er nog goed werk mee kan doen. En toen zei ik, nou, dan halen we de penningmeester eens even erbij. Nou logeer ik door de week vaker bij op de pastorie van Den Haag. Ja, je bent overtuigd katholiek, hè? Dat is natuurlijk ook de eerste reden waarom je hebt gekozen voor het CDA, neem ik aan. Nou, dat kwam eigenlijk anders. Zeker overtuigd katholiek. Maar kijk, met dat CDA kwam eigenlijk. Ik was, dat zei ik in het begin ook, constant al betrokken bij het verenigingsleven. En wat mensen zelf organiseren, dus niet de overheid, maar ook niet wat ze alleen doen, maar wat ze samen organiseren, bijvoorbeeld verenigingen, dat vind ik het allermooiste. En wat je ziet in de uitgangspunten van het CDA is dat zij daar vanuit uitgangspunten zich echt het meest voor sterk maken datgene wat mensen zelf doen. Niet de overheid, niet het individu, maar wat mensen samen doen. Maar je ziet het ook in de praktijk. Dus overal zul je overal zien waar het verenigingsleven ondersteund wordt, daar zit het CDA waarschijnlijk in het bestuur of heeft het ooit zo ingesteld. En daar waar wel eens bezuinigd wordt op verenigingsleven in moeilijke tijden, wat soms ook best eens een keer moet gebeuren, dan zie je altijd dat het CDA ook zwaarst onder vuur ligt, omdat ze dan naar het CDA kijken van, hey, non de pit, dat is toch jullie pakken, Jan. Dus dat hoort wel bij ons en dat vind ik gewoon heel belangrijk. En daar ben ik dus eigenlijk vanzelf ook bij terechtgekomen. Sterker nog, het eerste gesprek met de politieke leider van het CDA was in Kerkrade. Op het concours, toen onze harmonie daar speelde. En mijn vader was natuurlijk secretaris van de harmonie. En ik kwam daar aanmoedigen, want ik mocht nog niet in het grote korps. Ik was wel in opleiding. En juist daar, op het Wereldmuziekconcours, daar heb ik het eerste gesprek gehad met de CDA-leiding. Om te zeggen van, hoe zullen we dat eens doen? En toen zei hij, ja, dan doe mee. Ik zeg, ja, maar als ik meedoe, dan wil ik wel ook in die gemeenteraad. Toen was ik 18. Dus toen zei ze, rustig aan Van Helvert. Ja, toen ben ik langs de deur gegaan, ding-dong. En heb ik gezegd, hey, ik wil in die gemeenteraad. En toen kwam ik op voorkeur erin. En er zijn nooit momenten geweest dat je hebt gedacht, ik stap over naar een andere partij of ik begin een eigen partij? Nee. Nee, het CDA is echt door de uitgangspunten, dus door de inhoud de mooiste partij. De mooiste het CDA heeft een aantal grondtonen. De mooiste grondtoon vind ik, is wel een verschrikkelijk woord, dus ik zal het maar één keer zeggen. En daarna leg ik uit waarom ik dat zo mooi vind. De mooiste grondtoon is subsidiariteit. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk woord, maar dat is het recht om het zelf te doen. Dat wil dus zeggen, en dat mag je ook niet af laten nemen. Dus als je een probleem hebt of een kans ziet, heb je het recht om het zelf op te pakken. Pas als het je niet lukt, dan ga je hulp vragen, bijvoorbeeld in je eigen gezin of in je eigen familie. Of in je buurtvereniging of op je school of bij je werkgever. Of als dat niet lukt, moet je misschien wel naar de gemeenteraad. En als dat niet lukt, moet je misschien wel naar de provincie. En als dat niet lukt, moet je naar de Tweede Kamer. Maar je schuilt pas op als het nodig is. Je moet eerst het recht pakken. Nemen, hebben om het zelf te doen. Als je Nederland zou zien als een vijver vol met vis, dan zou een uiterst linkse partij zou zeggen, we hebben hier een vijver vol met vis, wij zullen even hengels voor u fabriceren als overheid, dan halen we die vissen even eruit, we zullen die vissen schoonmaken en fileren, we snijden die in stukjes, prikken die op een vork en duwen die bij iedereen naar binnen. Zo heeft iedereen gegeten.
een uiterst rechtse liberale partij zal zeggen, nou, dit is een vijver met vis. Iedereen moet maar voor zichzelf ook om succes sterkte allemaal. De recht om het zelf te doen. Christendemocratie, het CDA zegt, nou, eens even kijken, we hebben hier een vijver met vis. Dit zijn de mensen die eromheen zitten. Wie is goed in het maken van hengels? Kan die dat even voordoen? Want dan kunnen andere mensen dat even leren. Ja, hebben we genoeg hengels? Kunnen we beginnen? Ja, hengelen, goed. Die meneer zit in een rolstoel, kan iemand die meneer even helpen? Want die komt niet bij de waterkant. Die mevrouw, die is ziek vandaag, dus kan iemand voor haar? Ja, heeft iedereen te eten? Smakelijk eten. Dat is gewoon de mooiste manier. Dus als het CDA er niet was, Bert, dan moest ik het vandaag oprichten. Het is een mooie vergelijking, ook nog een beetje bijbels met die vis. Hoe hou je contact met jouw achterban hier in de regio? Verschillende manieren. Allereerst, elke maandagochtend heb ik het spreekuur in het café hier op de markt in Sittard. Nu even niet in tijd van corona, heel erg. Maar dat heb ik elke maandag van 10 tot 12. In het café van Hotel de Limburg op de markt in Sittard. Op dinsdagavond van 9 tot 10 heb ik altijd het Facebook, Instagram en Twitter live spreekuur. Dus dan kunnen de mensen online mij alle vragen stellen. Ik ga natuurlijk heel veel op werkbezoeken. Zelfs in coronatijd hele voorzichtige bezoeken 1-op-1. Zoals jij mij nu ook 1-op-1 bezoekt. Doe ik dat en via de mail en heel veel bellen, heel veel telefoneren. Ja, op die manier doen we dat. Nu zijn de verkiezingen 17 maart en waarschijnlijk ook 15 en 16 maart. Je staat niet op een plaats die automatisch toegang geeft tot de Tweede Kamer. Hoe pak je het aan? Want vorige keer ben je op voorkeurstemmen in de Kamer gekomen. Daar hoop je uiteraard weer op. Hoe voel je campagne? Ja, zeker. De voorkeursactie is heel belangrijk. Dus dat mensen zeggen, wij gaan op die nummer 25 van lijst 3 stemmen. En ik ga er eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, niet zo heel veel andere dingen doen dan ik altijd al deed. Want de afgelopen 4 jaar heb ik niet anders gedaan dan proberen contact te leggen met mensen en kijken wat kunnen we samen doen. En dan zullen er altijd mensen zeggen, ja, maar ik ben het niet alles eens met wat Van Helden zegt. Ja, dat geloof ik. En dat zult u geen enkele politicus vinden met wie u het allemaal eens vindt. Niet met wie u alles eens bent. Maar u kunt het mij wel persoonlijk komen zeggen. Altijd. Of mailen of bellen. En u krijgt ook nog een antwoord. En dat is wel een verschil. Dus als niemand hier vanuit deze regio het verhaal van deze regio vertelt, doet niemand dat in Den Haag. Als ik dat niet vertel dat die A2 verbreed moet worden hier, dan zegt niemand dat in Den Haag. Omdat die ambtenaren en die ministers en al die Kamerleden, die komen allemaal uit de Randstad. Op enkele na. Dus het is wel van belang dat hier iemand uit de regio zit die niet alleen uit deze regio komt, maar ook nog als hij eenmaal in de Kamer zit, niet het algemeen verhaaltje van zijn partij vertelt, maar ook nog echt het verhaal van deze regio vertelt. Wat voor mooie dingen hier gebeuren. Waarom we moeten investeren in deze regio. En niet vanuit een zielig Calimero-gedachte van wij zijn zielig en we moeten meer krijgen. Nee, als Den Haag met evenveel enthousiasme investeert in onze regio als dat ze dat doen in Den Haag, dan maken we Nederland echt een stuk groter. Dus we hebben wat aan te bieden. Maar dan moeten ze wel bereid zijn om met de investeringen ook tot hier te komen. En dat is echt hard nodig. En we hebben heel veel mooie dingen binnengehaald. Maar er is ook wel nog echt wat te halen voor deze regio. En daarom is het belangrijk dat we onze eigen vertegenwoordigers in Den Haag hebben. Die hier in de westelijke Mijnstreek wonen. Ja. Dankjewel.